Ik vind het heel leuk dat naarmate ik ouder word, dat ik ook echt mijn broer en mijn zus ook en mijn ouders ook beter leer kennen. Terwijl je eigenlijk denkt dat je je ouders al heel goed kent, maar dat ik nu ik meer volwassen dingen snap, dat ik ook meer snap hoe zij in elkaar zitten en hoe ze zijn. Hey, ik ben Teske en het komende jaar gaan mijn zus en haar vriend mij dagelijks volgen in mijn leven als YouTuber, blogger en het allerspannendste zangeres. In deze serie zie je wat voor avonturen ik beleef. Moeilijk opeens. Ik praat altijd heel erg veel over mezelf, maar dan vind ik het opeens heel moeilijk om mijn familie als een geheel of zo te omschrijven. Lieve Teske, gefeliciteerd met je verjaardag. 3 jaar al. Teske mag het steeds voor mij opmaken. Zo, leuk. Ik denk dat toen ik wat kleiner was, wat jonger, dat ik wel vaak een beetje misschien in het middelpunt heb gestaan. Het woord aandachtstrekker is gelijk weer heel negatief, maar ik denk wel dat ik veel van de aandacht opzoog. Ik heb wel altijd heel erg de drang gehad om ook gezien te worden en heel grappig te zijn. Vooral omdat Joppe, omdat mijn broer heel grappig is. Daar wilde ik altijd heel graag in meegaan. Ik heb wel altijd gedacht van omdat ik 3 oudere broer en zussen boven me heb, omdat ik de jongste ben, dat ik wel misschien af en toe wat volwassener was dan andere kinderen. Vroeger vond ik dat best wel af en toe heel erg druk toen we nog met z'n allen thuis waren. Maar nu vind ik het ook juist wel leuk, omdat ik niet iedereen meer elke dag zie. Ja, ik zit te denken aan mijn rol in het gezin. Ik denk dat dat elke keer heel anders is. Soms dan ben ik druk en wil ik van alles vertellen. En andere keer ben ik heel erg bezig met hoe de anderen zich voelen. Want dat wil ik altijd ook heel graag, dat iedereen blij is en dat iedereen het naar zijn zin heeft. En soms ben ik compleet afwezig. Dan zit ik gewoon lekker voor me uit te staren. Dat is eigenlijk altijd anders. Oh, grappig. Leuk man. Grote aula ook. Ja. We zijn op het Metameer College. Mijn oudste zus geeft hier les en die hebben voor Series Request hier een soort van eigen glazen huis neergezet waar dan elke keer leraren in gaan. Dus ze hebben mij gevraagd of ik vandaag langs wilde komen. Ik ben benieuwd hoe het gaat zijn. Ja. Neem jullie succes. Dankjewel en tot zo. Ja. Nu vind ik het wel een beetje spannend dat het zo wordt opgebouwd. Zo sta ik zo te wachten totdat ik naar beneden mag. There we go. Nou, ik doe dus niet zo heel erg vaak dat ik naar school toe ga of iets in die richting. Dat is ook omdat ik er niet altijd evenveel tijd voor heb. En ik natuurlijk ook in elk geval moet kijken van wat krijg ik ervoor terug. Want het is natuurlijk wel mijn werk. En dat hoeft niet per se geld te zijn, maar heb ik er iets aan? In wat voor zin dan ook? Als Fem dan vraagt van, hey, ik geef les op een school en ze doen daar dingen met Series Request, wil je langskomen? Dan denk ik natuurlijk, ja, tuurlijk wil ik langskomen, want dat vind ik hartstikke leuk om te doen, want het is mijn zus. Al die kinderen daar waren vet enthousiast. Dat vond ik het leukste, want het was natuurlijk een verrassing dat ik zou komen. Zo'n dag is natuurlijk extra leuk, ook gewoon omdat ik allemaal kijkers zie. Ik word er blij van als zij er blij van worden. En iedereen is altijd heel lief. Een beetje gek inderdaad. En ik kom meestal niet op zulke plekken met zoveel tieners, zeg maar. Want dat vermijd ik eigenlijk altijd een beetje. Maar ik vind het dan ook cool dat doordat ik er ben en doordat ze dan iets van mij kunnen kopen, want ik heb gesigneerd, dat we dan gewoon allemaal geld aan het ophalen zijn. En dan vind ik het ook zelfs wel een beetje bijzonder of zo, dat ik die positie heb. Dat ze door mij geld aan het goede doel schenken. En dan denk ik ook wel van ja, eigenlijk zou ik hier meer mee moeten doen met de invloed die ik heb. Ik denk dat ik pas de afgelopen jaren een beetje in ben gaan zien de waarde van familie. Want als je opgroeit in een gezin, dan is dat gewoon het gezin waar je opgroeit. En dat is dan wat je hebt. Ik bedoel, dat ben je gewoon gewend. Maar ik denk dat ik de afgelopen jaren pas echt een veel meer waardering of zo ben gaan krijgen voor de familie die ik heb. Ik denk ook wel opgevoed met het idee dat je een beetje anders mag zijn, mocht je dat willen. Ik
vind het wel leuk nu ik uit huis ben, dat we met kerst gewoon met z'n allen samen zijn. En ook gewoon met de vriendjes, dus met Alwin en met Mert. En dan niet per se omdat ik zoveel heb met kerst, maar wel omdat we met z'n allen samen zijn. Ik heb wel het gevoel dat als ik thuis kom bij mijn ouders, maar ook gewoon bij de rest van het gezin, dat ik gewoon wel van alles kan vertellen en van alles kwijt kan. En dat de ander dat ook kan. Ik denk dat familie wel iets is wat je moet koesteren. Ik vind dit vandaag heel erg leuk, omdat het me ten eerste heel erg doet denken aan vroeger. Want vooral inderdaad met Saske en met Joppe zaten we dan vroeger in ons eigen kamertje. En dan zaten we dus tegen elkaar te gamen. En vandaag was er niet per se iets gepland. Dus dan, ja, dan doen we gewoon een LAN-party. Games doen me echt altijd gewoon heel erg denken aan vroeger. Want ik doe dat in mijn eentje niet zo snel. Ik heb niet veel vrienden ook die houden van gamen. Ik vind dit in ieder geval echt super leuk. Ik vind gisteren heel erg leuk. En dat is vooral heel warm en gezellig. En weet je wel, de goede gezellige drukte. En dan is vandaag meer gewoon lekker losjes, spontaan, plezier hebben. Mensen hebben een beeld van je en dat... Ja, want ze vinden het ook niet bij me passen omdat ze me te lief vinden. Maar dat komt echt door... Denk ik doordat ze me niet echt kennen. Niet dat ik niet lief ben, maar ik vind mezelf niet een schattig, lief meisje. Toch?